Het is ondertussen al bijna 2,5 jaar geleden dat we een beste PC's voor Fortnite video gemaakt hebben. En we hebben flink wat nieuwe game PC's op de website. Tijd voor een nieuwe dus. Tot zo. Right, we hebben dus een hele lijn aan nieuwe game PC's op de website. Maar wat zijn nou de beste PC's voor Fortnite? Nou, laten we Fortnite eerst even analyseren en kijken naar de eisen van de gemiddelde Fortnite-speler. Nummer 1 is natuurlijk, bij bijna alle games, FPS. Fortnite is een nogal competitieve game. Daarbij is het belangrijk dat je zo hoog mogelijke FPS hebt, want dat geeft je een hoop voordelen. De vertraging tussen jou en de game is lager en de game draait vloeiender, waardoor je je vijanden op het scherm eerder ziet en het richten makkelijker gaat. Een snelle processor en videokaart voor zo hoog mogelijke FPS zijn dus heel belangrijk. Maar we zijn er nog niet. Nummer 2. School. Werk. Of gewoon werk. Aangezien de meeste Fortnite-spelers waarschijnlijk ook gewoon naar school gaan of werken, zijn we ook op zoek naar een multifunctionele game PC waar je ook wat werk op gedaan krijgt. Eentje met genoeg werkgeheugen dus en een goede CPU, zodat je genoeg programma's tegelijk open kunt hebben staan zonder dat die sloom wordt en ook een beetje kunt photoshoppen en video editen misschien. En dan nummer 3, duurzaamheid. Natuurlijk is het ook belangrijk te kijken naar de gemiddelde Fortnite-speler. Het overgrote deel van de spelers is natuurlijk vrij jong en heeft geen duizenden euro's te besteden. Of hun ouders. Of jouw ouders. Misschien ben je wel een ouder terwijl je dit kijkt. Hoi. Daarom zijn we dus ook op zoek naar een betaalbare game PC die de komende jaren gewoon meegaat. Nou, wij hebben standaard 3 jaar garantie op defecten, dus daar hoef je je sowieso niet druk over te maken. Maar je wilt natuurlijk ook dat je je games gewoon op degelijke FPS en instellingen kunt blijven spelen de komende jaren. Oké, op basis van die 3 punten heb ik 3 modellen geselecteerd vandaag. Hier staan ze. Wow. Het goedkoopst mogelijke model. Een wat duurder model met een mooiere prijs-prestatieverhouding. En een model dat naar mijn mening gewoon een hele goede koop is voor eigenlijk elke gamer. Zodat je alle moderne games kunt spelen en nog een flink aantal jaren vooruit kunt. Ik ga in de hele video uit van gamen op 1080p, misschien handig om te vermelden. We beginnen bij het goedkoopste model. Dit is de Redux Entry A45 G15 van op dit moment €699. Een PC uit onze entry-lijn met een Ryzen 5 4500 6-core processor en een Nvidia GTX 1650. De entry-modellen op onze website zitten in een kleine kast met 3 ventilators met RGB-verlichting en beschikken standaard over een 650 watt voeding, een 500 GB SSD en 16 GB RAM. Nou, laten we meteen kijken hoe die het doet in Fortnite. Op DirectX 11 halen we op competitive settings gemiddeld zo'n 118 fps. Op performance mode halen we zelfs 164 fps gemiddeld met competitive settings. Nou, 144 Hz monitor eraan en gaan, zou ik zeggen. Wil je liever mooiere graphics, dan heb je helaas minder geluk. Op DirectX 11 Ultra settings haalt dit model maar 29 fps. Maar omdat de framerates op competitive settings dikke prima zijn, geef ik deze PC toch 3 sterren voor fps. En laten we eerlijk zijn, de meeste mensen spelen toch op low settings voor de meeste FPS. Dus. Nou, laten we dan even kijken naar school, kantoor en ander werk. Een 6-core CPU met 60 GB is gewoon super degelijk voor vrijwel alles. Ook voor video editen en photoshoppen. Maar de Ryzen 5 4500 is niet de allersnelste 6-core op de markt. Ook de 500 GB SSD is misschien genoeg voor Fortnite en wat andere games en bestanden. Maar 1 terabyte begint toch een beetje de standaard te worden. Daarom krijgt hij ook hier 3 sterren. Gewoon een voldoende dus, maar niet overdreven. Geweldig. Nou, dan duurzaamheid. Zoals ik zei, de GTX 1650 is niet de snelste kaart. Maar zoals je ziet, draait die Fortnite nu met 164 fps op performance mode. Dus we kunnen ervan uitgaan dat hij in die game nog wel wat jaren vooruit kan. De processor en het werkgeheugen zullen voor andere taken ook nog prima een aantal jaren meegaan. Helaas durf ik voor zwaardere, moderne games niet hetzelfde te zeggen door de GTX 1650. Maar omdat het hier over de beste Fortnite PC gaat, ga ik hem toch ook 3 sterren geven. De volgende PC is de Redux Entry i124-R36L met een Intel Core i5 6-core processor op 4.4 GHz, een Nvidia GeForce RTX 3060 met 8 GB VRAM en het is een entry model, dus hij heeft 16 GB RAM en een 500 GB SSD. Deze kost op dit moment €999, dus een stukje duurder, maar je krijgt er ook flink wat FPS voor terug. Kijk maar.
In Fortnite halen we op DirectX 11 competitive settings maar liefst 250 FPS gemiddeld. Dat is al meer dan het dubbele van de 118 FPS van de vorige PC. Op performance mode met competitive settings halen we zelfs meer dan 300 FPS gemiddeld. Wat ook mooi is, is dat de RTX 3060 in dit model DLSS ondersteunt. En kijk wat er gebeurt als we die aanzetten. Bam! 130 FPS op ultra settings. Super dikke prestaties dus. Voor FPS krijgt deze PC dan ook 4 sterren. Dik verdiend. Voor school of kantoorwerk en foto- en video-editing is deze PC eigenlijk hetzelfde als de vorige. Ja, de videokaart is sneller en de CPU is ietsje beter voor gaming, maar voor andere taken zijn deze twee modellen gewoon ongeveer even snel. De Entry i124-R36L krijgt hier dus ook 3 sterren. En dan de duurzaamheid. Eigenlijk geldt hier dus hetzelfde als bij het vorige model, maar door de RTX 3060 zal deze PC ook zwaardere games nog een aantal jaar aankunnen. Daarom krijgt deze er toch een halve ster bij. 3,5 ster dus voor duurzaamheid. Oké, we gaan naar de laatste PC, de grote ster van de video, de Redux Gamer A57X R37. Deze PC kost op dit moment 1479 en is op alle gebieden een stapje omhoog. Hij beschikt over een Ryzen 7 5700X met 8 cores en een Nvidia RTX 3070 en die is een flinke klap sneller dan een 3060. De gamermodellen hebben verder een grotere kast die standaard beschikt over 4 RGB ventilators en ze beschikken standaard over een betere processorkoeler met RGB verlichting, een voeding van een A-merk met een gold label, een 650 watt TX650M van Corsair in dit geval, 16 gig RGB werkgeheugen en een 1 terabyte SSD. Laten we eens kijken hoe hij het doet in Fortnite. Op DirectX 11 competitive settings halen we met deze PC 312 FPS. Dat is weer een stuk meer dan de 250 van de vorige PC. En zelfs bijna 3 keer zoveel als de eerste PC. En kijk naar de temperatuur van de CPU. Dat is de laagste van de 3, terwijl deze CPU 8 cores heeft. Ook is de 3070 een stuk koeler dan de 3060. Dat komt natuurlijk door de verbeterde processorkoeler en de beter koelende kast. Op performance mode met competitive settings halen we zelfs bijna 400 FPS gemiddeld. Dit slaat eigenlijk helemaal nergens meer op. Maar ja, er bestaan 360 Hz monitors. Dus als je het echt nodig hebt en je bent echt heel goed, dan is dat goed om te hebben. Heb je liever wat mooiere graphics, dan kun je ervoor kiezen om op DirectX 11 op ultra settings te spelen. En zelfs dan haal je nog 149 FPS. Kijk, het kan natuurlijk altijd hoger, maar deze framerates zijn wel echt heel ziek. En deze video gaat om Fortnite, dus fuck it. 5 sterren voor FPS voor de A57X R37. Voor school of kantoorwerk en vooral foto- en video-editing is deze PC een stuk beter dan de vorige twee door de Ryzen 7 CPU met 8 cores. Wil je hem echt omtoveren tot een professionele workstation, kun je het werkgeheugen ook nog upgraden naar 32 gig. Dat kost €59 uit mijn hoofd, dus het is helemaal niet zo duur. 2 keer zoveel RAM. Toch is 8 cores tegenwoordig relatief weinig voor een professionele workstation, dus ik kan hem niet hoger geven dan 4 sterren. Wat gewoon dikke prima is dus. En dan duurzaamheid. Deze PC is op alle gebieden een stapje omhoog. Daarbij is de voeding van hogere kwaliteit en de onderdelen worden beter gekoeld, wat ook belangrijk is voor de duurzaamheid van een game PC. De CPU en de videokaart zijn snel genoeg om de komende jaren alle games te draaien, niet alleen Fortnite, op Full HD en zelfs 1440p. En je hebt op alle PC's 3 jaar garantie op defecten. Daarom krijgt deze PC hier 4,5 ster. Goed, daar zijn ze dan, naar mijn mening, 3 van de beste PC's voor Fortniters op onze website. Hou er rekening mee dat er natuurlijk veel meer modellen op onze website zijn, dus wil je net een andere samenstelling of misschien wel iets veel snellers en veel duurders, dan hebben we dat waarschijnlijk gewoon ook. Of waarschijnlijk, dan hebben we dat ook. Links naar onze website en de 3 modellen uit deze video staan natuurlijk in de beschrijving. En daar vind je ook alle informatie over welke aansluitingen ze precies hebben en welk moederbord we precies gebruikt hebben, bla bla bla. Welke zou jij kiezen en waarom en over welke game moeten we de volgende keer een video maken? Laat het weten in de comments. Zorg even dat je geabonneerd bent als je dat nog niet was. En wil je nog wat vergelijkingsmateriaal zien, blijf dan nog even hangen. Tot de volgende alvast. Doei. Gameplay, comparisons, vergelijking, framerates, FPS.
temperaturen, usage, RAM.